Dag kijkers, we zijn op kantoor bij de minister van Openbare Werken, de heer Riyad Noor Mohammed. Hij is pakweg 2 weken terug aangetreden op dit ministerie en mag vanaf 16 juli leiding geven aan dit voor Suriname belangrijk departement. Minister Noor Mohammed, welkom bij dit vraaggesprek. Ja, ook de luisteraars en kijkers bedankt en we maken een leuk programma van. Eerste vraag, minister. Ja. Heeft u kunnen slapen tot nu toe, 2 weken tijd? Nee, je ziet dat aan mij ook zelf. Ik dacht vanavond mijn kussen mee te brengen naar hier. Maar inderdaad, de eerste weken gaan 24 uur zijn en dat is het inderdaad ook. Ja, u heeft al een paar weken de leiding op dit ministerie. U heeft wat evaluatiegesprekken gevoerd, u heeft wat veldwerk gedaan. Wat is u allemaal opgevallen, minister? Ja, u weet, bij ons aantreden hebben we gelijk de opdracht gehad van de president en de vicepresident om quickscan te maken van het ministerie. Logisch, als je overneemt moet je weten wat er aan de hand is. De aanleiding was dat er heel veel geluiden waren binnen de overheid, et cetera. Maar anyway, het is goed gegaan, het is gebeurd. En wat het ministerie van Openbare Werken betreft, moet ik u zeggen dat er hier vrij goede basis was om gelijk te beginnen te werken. Dat is een groot voordeel. De mensen, de directoraten hadden bemanning. Niemand is weggelopen of weggerend. De data was heel snel beschikbaar. En dat was wat ik direct nodig had om een quick assessment te maken. Wat ik direct daarna heb gedaan is inderdaad fysiek de afdelingen bezocht. En dat is gebruikelijk. Je weet, elk ministerie heeft achterstand in onderhoud, ook dit gebouw. Tekort aan meubels, overvol personeel misschien. We hebben 3 directoraten, je weet, bouwkunde, civiele techniek, vooral in dit gebouw, en openbaar groen. Ik denk het meest opvallende is geweest veel verwaarloosd apparatuur en materieel. Neem bijvoorbeeld openbaar groen, heel veel kapotte voertuigen, terwijl die zo belangrijk zijn om ingezet te worden in het veld. Dus wat doen we als ministerie? Huren. En je weet, huren is een heel dure grap. Voor de rest moet ik je eerlijk zeggen, is er een goede basis hier om verder te gaan. Ja, toen u gevraagd werd door de president om deze functie te bekleden, had u een idee van ik kom dit aantreffen? Nou, ik ben bekend geweest op het ministerie. Ik heb vroeger hier gewerkt, dus misschien een beetje 20 jaar terug heb ik hier gewerkt. En ik dacht een 10 jaar, 15 jaar terug ook hier gewerkt. Maar wat ik niet had verwacht, dat ik 24 uur zou moeten werken hier. Ja. Het werk is veel, laat me dat zeggen. Het is leuk werk, veel werk, omdat iedereen gemotiveerd is. Maar waarom maakt het dat ik 24 uur moet werken de eerste dagen hier tot heden, is, zaterdag, zondag werk ik ook hier hoor, is dat er heel veel aan vernieuwing gedaan moet worden. Er is een beetje achterstand en ik heb vrij hoge eisen. Dus om een simpel voorbeeld te geven, de briefhoofd moest direct de eerste dag al gecorrigeerd worden en aangepast worden aan de minimumstandaarden. Toch, u bent binnengekomen, je ziet dat bij de ingang er heel veel verandert. De borden moeten goed geplaatst worden. Ik denk morgen ga je precies weten waar ik zit. Er komen wegwijzers en dergelijke zaken. Dus dat zijn minimale zaken die echt in place moeten zijn. Organisatorisch gebeurt er ook heel veel. Je weet, OW staat bekend als een ding waar je alle projecten kan krijgen, toch? Als je goede connecties hebt. Of je weet, ook een heel bekend fenomeen is olietanken. Toch? Als je geen minister wordt of DNA-lid, dan krijg je 100% een benzinebon misschien. Toch? Dat is het zo geweest in de tijd. Wat gaat gebeuren? Er komen heel veel procedures, formulieren, transparantie, bestemmingen. Gisteravond zijn heel veel formulieren weer de deur uitgegaan om te beslissen daarover. Dus je kan nu niet zomaar komen en de minister zegt, oké, je bent mijn vriend, alsjeblieft, hier heb je een voertuig of hier krijg je 500 liter benzine. Nee, het gaat nu volgens formulieren. Je moet aanvragen, het doel moet duidelijk zijn, je naam moet erbij staan en dan gaat de directie beslissen. Dus daarin stoppen we de tijd. Ik denk in een maand moeten we heel veel procedures in place hebben. En het leuke ervan is, het gaat ook online komen. Dus wanneer je online gaat kijken op de website van gov.sr, dan ga je zien voertuig, ik zeg maar wat hoor, Lexus, zwart,
Wie rijdt het? Meneer Noor Mohammed. Zo ga je dat zien staan. Dus er komt heel veel transparantie. Het zou leuk zijn als dit werk al lang gedaan was, hoor. Maar goed, dus ik verlies wat tijd, 3 maanden hieraan. En over 3 maanden komen we bij de core business. De core business is projecten, aanbestedingen, kwaliteit van aannemers, kwaliteit van bouwmaterialen, veiligheid van het verkeer, groenvoorzieningen. Dat wordt de core business. Dus over 3 maanden gaan we beginnen dat een beetje te verbeteren, aan te passen. Ja, goed. Ik snap wel dat u heel wat zaken wenst uit te voeren. Uiteindelijk kijken we naar de financiële staat van de overheid. Die ziet er niet zo best uit. Maar toch moet het werk doorgaan, minister. Als we misschien kijken naar infrastructurele projecten die toch wel wat geld kosten, aardig wat geld. Gaat u in staat zijn om dat soort projecten uit te kunnen voeren? Nee, dat is een probleem. Kijk, infrastructuur is overal in de wereld heel duur. Zelfs de meest rijke landen hebben gewoon financiële tekorten om een goede infrastructuur te hebben. Onderhoud vraagt ook heel veel geld. Dat wordt vaak verwaarloosd. In Suriname is het even erger. We hebben, je weet het zelf, de sluizen van Kommerwijnen. Wanneer zijn die voor het laatst vernieuwd of gerepareerd? Jaren, tientallen jaren niet. Wegen spreken voor zich. Er zijn zoveel wegen die een verharding willen. Riolering, bijna, laten we zeggen, 30%. Misschien meer zelfs, 50% van Paramaribo loopt structureel onder water nu. Heeft wateroverlast, wat je noemt wateroverlast. Dus de infrastructurele problemen zijn gewoon verzameld. Zijn opgestapeld, et cetera. Die middelen zijn er niet. Dan praat ik niet over nieuwe infrastructuur. Welke zijn de nieuwe bruggen die we willen? Welke zijn de nieuwe wegen die we willen? Afgelopen jaren is er wat gebeurd, een nieuwe brug. Toch bijgekomen of een nieuwe weg, maar je ziet het lost het groot vraagstuk niet op. Dus middelen de facto voor heel Suriname heb je niet. Dat staat vast. En dan terug naar de begroting. De begroting die we hadden wordt nu zwaar ingekort om die financiële crisis te gaan stabiliseren. We hebben geen keus. Je moet dat doen, een jaar. Je moet een jaar even geen geweldige dingen gaan doen. Anders ga je over een jaar nog minder kunnen doen. Ik heb gepresenteerd in het parlement de grote schulden. Meer dan 500 miljoen schulden van aannemers die betaald moeten worden. Vanaf 2013. Dan moet je mij zeggen, ik kan makkelijk doen. Ik kan op dezelfde manier doorgaan, maar ik ben ook een mens. Dus alle aannemers die bij me komen, afgelopen week, vandaag, vanavond, morgen, de hele week komen aannemers hier. Zekerheid, geloof. Ik ben ook een mens, die mensen moeten ook betaald worden. Dus de afspraak is, wij gaan de schulden betalen. Ze hebben een bedrijf, mensen die werken, die hebben gezinnen, etc. Ik ga niet dit pad voortzetten om schulden te gaan maken en die te laten voor de toekomstige generatie. Dus, het is waar, komend jaar gaan we minder projecten uitvoeren. Populistische projecten bestaan bij mij niet. Dus ik heb gisteravond laat, 2 uur ochtend, opdracht gegeven dat alle populistische projecten worden stopgezet. Daar ga ik niet aan meedoen. We gaan naar projecten waar heel veel impact kan zijn. Waar burgers impact hebben, waar de school impact heeft, openbaar vervoer impact heeft. Dat is wat wij willen gaan doen. Dat gaat ook het nieuwe beleid zijn vanwege die weinige middelen. Maar concreet op je vraag, voor het ministerie van Openbare Werken zit heel veel op nul. Ja. Er zijn meer nullen dan bedragen, gewoon vanwege die bezuiniging om ook te denken aan de economie van het land. U sprak over populistische projecten, even on hold zeg maar. Valt daar onder het baggerproject? Ja, nee, nee. Nee, klopt. Nee, het baggerproject is geen populistisch, een reëel project. Alleen is er één, laat me het anders zeggen, het baggerproject. Het besluit zit nu bij de Raad van Ministers om te beslissen. We hebben 3 opties aangeboden. 1 is doorgaan, 1 is gedeeltelijk doorgaan en 1 is gewoon stoppen en een kleine boete terugbetalen om te voorkomen dat je grotere problemen belandt. Maar het baggerproject is jammer dat dat slordig voorbereid is geworden, want ook al wil je het nu overgeven naar de particuliere sector, het is gewoon niet netjes om de particuliere sector te zeggen van hey, morgen booster 20, 30 miljoen US dollar op. Het is niet netjes. Dit is een grote fout en dit had nooit mogen gebeuren. Vanaf het begin had men dat moeten inzien dat zo'n project je nooit met de overheid moet doen.
En dat is de grote kardinale fout die de regering toen heeft gemaakt. Dus ja, het zit er nu. Ik hoop nog altijd dat de ministers, de Raad van Ministers, spoedig bij elkaar komen en het bedrijfsleven erachter kunnen krijgen om volledig dit project over het gaan nemen. Van mij mogen ze die hele geul overnemen. De vaargeul is belangrijk voor de scheepvaart. De vaargeul is niet voor mijn boot belangrijk. Het is belangrijk voor de scheepvaart. Dus we volgen de ontwikkelingen en ik hoop dat we spoedig die sector een antwoord kunnen geven van hoe verder. Oké. Twee, zal ik zeggen, reguliere topics, minister. Vuilophaal, vuilverwerking en het ophalen van de waterwegen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, kijk, vuilophaal, laat me je wat zeggen. U zal gemerkt hebben dat ik heel spoedig na mijn aantreden binnen een paar dagen gelijk op het veld ben gegaan om naar de situatie te kijken. Er bestaan heel veel rapporten, hele stapel rapporten. Bestaan er. Het probleem kan ik morgen oplossen als ik wil. Morgen kunnen we geld krijgen, morgen kunnen we een ander systeem hebben. Maar ik wil een goede keuze maken en die keuze gaat in deze periode gemaakt worden. Ik denk over een paar maanden zullen we hier een beslissing nemen wat er moet gebeuren. Ik heb de mensen ook gehoord die daar wonen. Dus vuilophaal gaat technisch financieel opgelost worden. Alleen moet het duidelijk zijn dat ik dat probleem niet met een lening ga oplossen. Dat moet duidelijk zijn, dat ga ik niet doen. En de reden is, wij kunnen het zelf betalen. Dus wat gaat gebeuren is dat bij vuilophaal ik een beetje de verantwoordelijkheid ook wil gaan schuiven naar wij als burgers. Om een klein stukje bij te betalen. En dan krijg je een belastingskorting elders. Maar grootvervuilers gaan meer moeten betalen. Wij als huishoudens, burgers die thuis één zak vuil hebben, die gaan minder betalen. En het is iets dat we zelf kunnen betalen. Dat is het leuke van het verhaal. Dus ik kijk naar dat model. Kijk, in Para. Geen grote bedragen. Nee, in Para werkt het. In Saramaka werkt het, Nikeri werkt het. Waarom kan het in Paramaribo niet werken? Dus we gaan richting een oplossing dat we zelf kunnen dragen. En we gaan wat wetgeving erbij moeten maken. Dan heb je die kwestie van gewoon vuil ophalen, huis aan huis. Nee, er was een ander ontwerp. Je had vuil ophalen en wat was het ander? Het ophalen van de waterwegen. Oh ja, waterwegen, juist. Ja. Dat is een mooi voorbeeld van, bijvoorbeeld ik ben openbaar groen gegaan. Ook wij doen een deel als openbare werken. Dat is een leuk voorbeeld waar de afdelingen zeggen, als we zelf 2 of 3 of 4 machines hebben, die kleine machines, die kleine pokkelaars, kunnen we heel veel zelf doen. We hebben nu 1 halve. Dus die kleine poklines, die mini-graafmachines, die kosten niet veel. Ze hebben al bewezen wat te hebben gedaan in resorten. Alleen heb ik gezegd, luister, sommige resorten, ik zie gewoon 10 jaar zijn ze niet opgehaald. Je ziet het gewoon met je oog. Ook dat willen we gaan doen. Dus als we maar 4 machines hebben, zegt openbaar groen, we kunnen heel veel zelf kofferen. Dus daar ben je veel goedkoper vanaf. Dus ik ga me sterk maken daarvoor bij de begroting. Dat staat vast. Nu huren we, dus dat is een dure grap. Maar er is een tweede ding. Goten opgraven is leuk. Het water trekt weg. Maar toch lopen die gebieden onder water. Tweede probleem is dat heel veel van de riolering verstopt is. Maar we hebben wel 5 tot 10 kolkenzuigers hier. En 5 tot 10 geweldige machines die de straat kunnen vegen. Want het zand zit gewoon. Maar allemaal zijn kapot. 15 auto's die kapot zijn. Buiten huren is een verschrikkelijk dure grap. Dus ik heb vannacht opdracht gegeven. Ik heb net de stukken binnen gehad. We gaan die dingen moeten repareren. We gaan ze moeten herstellen. Ik zoek donoren, sponsors, want ik ga de begroting niet kunnen halen, geloof me. Dus ik zoek sponsors daarvoor. Als ik die kolkenzuigers gerepareerd kan krijgen, lossen ze ook veel van het ontwateringsprobleem op. En dan is er een derde vraagstuk, ontwatering. Duurzame aanpak is een dure grap. Vaak zijn het kokers die gewoon verschillend zijn. Soms heb je gebieden, neem hier zorg en hoop. Die Saramaka-kanaal is vlakker langs, maar toch loopt het onder water. Geloof me, hoe moet ik uitleggen dat het gebied onder water loopt? Dus er zijn sommige domme oplossingen die gedaan moeten worden. Top. Dus dat moet ook komen. Bij riolering heb je het probleem dat het duur wat meer werk vraagt, want je hebt kabels, etc. Net wat ik zeg, bijna 50% in Paramaribo loopt structureel onder water. Dus we hebben dit keer op het beleid gezet dat we misschien minder wegen gaan aanpakken, maar wel meer geld komend jaar willen gaan stoppen in die duurzame ontwatering van gebieden in de tijd. Want liever dat je huis niet onder water loopt
Liever dat je weg slecht is, maar dat je huis in ieder geval niet onder water doet. Want die schade is groter dan wegschade. Dus dat gaat sowieso een verandering zijn in het nieuwe beleid. Ja. Terugkomend op vuilophaal. De burger zal mee betalen. Dat is tenminste de gedachte die er leeft. Hoeveel zal dat, hoeveel zal de overheid daarmee besparen als de burger meebetaalt? Oké, ik ga je wat zeggen. In Para bijvoorbeeld, daar heb je die gele zakken, dacht ik. Dat wordt door de DC gedaan, dus het is op districtsniveau zelfs. Men koopt de zakken en de DC heeft zelfs de wagens. En hou me te goed, ik weet niet hoeveel men voor een zak betaalt. Maar terug te komen naar Paramaribo. Ik heb het gewoon grof uitgerekend, als je het aantal huishoudens neemt en de kosten per maand, dan zou iedereen gemiddeld 20 SRD tot 30 SRD, laat me uiterst nemen 50 SRD, extreem, per week moeten betalen voor zijn vuilophaal. De vuilophaalwagens komen 2 keer per week bij ons langs. Tenminste, bij mij doen ze het heel goed, ze zijn altijd op tijd. 50 SRD betalen voor mij moet ik kunnen. In ruil daarvoor zou de overheid me andere incentive kunnen geven. Toch? Bedrijven bijvoorbeeld die veel meer vuil hebben, die kunnen hoger tarief betalen. Dus als er een burger in mijn buurt is die het niet kan, toch, dan mag je 10 SRD betalen. Of 5 SRD is ook meegenomen, dus je kan dan gaan spelen met de categorieën. Maar wat ik wil zeggen is dat vuilophaal in Paramaribo kost ons per maand ongeveer 3 miljoen SRD. Nou, dat heb ik verdeeld en zo kom ik aan de prijs van 20 tot 30 SRD. Dus als heel Paramaribo die last van de overheid kan weghalen, nou, dat is een mooi voorbeeld. Dan is het nul subsidie. En dat kan, nul subsidie. Toch? Dus dit is een sector waar de burger het zelf kan helpen oplossen. Toch, kijk, wegonderhoud, dat is een heel dure grap. Al stoppen we daar geld in, het blijft een dure grap. Dus vuilophaal is een leuk voorbeeld waar wij als burgers zelf kunnen inkomen. Bedrijven die kunnen veel meer betalen, supermarkets voor een vuilophaal. En dan kunnen we, wie het niet kan betalen, die vragen we 1 SRD. Weet je, die ga je geen 30 of 50 vragen. Toch, een sociale instelling, een school, ja, die kunnen misschien niet betalen. Dan kunnen we beslissen om die te subsidiëren. Maar waarom moet je mij gratis aanbieden? Ik ben bereid te betalen, zolang je die 2 keer per week komt. Je weet, er zijn buurten die helemaal geen ophaal hebben. Die moeten op de hoek hun vuil zetten. Nou, dan gaan we daar die grote bakken zetten. Je kan het daar zetten. Die betalen misschien 5 SRD. Die hoeven geen 50 te betalen. En die vrachtauto komt 2 keer per week en haalt die hele container weg. Dus ik geloof me, het is heel innovatief. We moeten eruit komen en we moeten een oplossing vinden. En laat me gelijk zeggen, mensen gaan zeggen, ja, deze meneer gaat nog meer geld van ons vragen. Nee, van mijn part mag je het aftrekken van de Belastingdienst. Want ik ben niet bereid 2 keer te betalen, ja toch? Nu betaal ik al bij de Belastingdienst, die 50 SRD, nee, geef me terug. Je hebt ook voorstellen, mensen zeggen ook, de meeste modellen zeggen ja, zet het op de EBS-rekening. Nee, ik ben niet zo'n goede voorstander daarvan, want wat is het? Als je bij EBS betaalt, dan heb je nog steeds als burger niet het gevoel dat je betaalt voor je vuilophaal. Ik zeg, trek het af van EBS. Ik betaal desnoods 50 SRD daar minder, maar dan ga ik nu die vuilophaal rechtstreeks betalen. Weet je wat de impact is als je het zelf betaalt? Je gaat thuis verstandiger omgaan met vuil. Je gaat minder afval kopen. Dus die 2 zakken die je per week ging zetten, gaat 1 zak worden, geloof me. Het gaat 1 zak worden, want je betaalt ervoor. Je hebt het gevoel. Je gaat ook opletten als een paar honden komen, ga je rennen, want je gaat het beschermen. En dat is het idee dat we moeten introduceren. Klinkt allemaal mooi, minister. Een andere issue is de kwestie rond de dienstvoertuigen. Er is heel wat erover gezegd en geschreven. Wat is de status nu? Ja, kijk, daarmee begon mijn werk ook. Dus daarom zijn we hier dag en nacht bezig. De eerste wat we kregen waren die dienstvoertuigen. Omdat, je weet, de ministers die hadden geen auto om meer in te rijden. Dus zo kwam dat ding aan de rollen. Dus toen ik hier kwam, toen heb ik gezegd, weet je wat, natuurlijk ken ik het van het verleden, laat me gelijk dat transparant maken. Dus we hebben dat van de dienstvoertuigen geïnventariseerd. De lijsten updaten op dit moment. Weet je, de klommen ontbraken, waar is welke auto, wie rijdt het. Dus die klommen zijn nu toegevoegd. En kijk, directeuren, politici, ministers, gewezen ministers, die maken aanspraak. Dus kijk, bij mij ging het erom, het moet transparant zijn.
Iedereen moet weten waar een voertuig dat door de staat gekocht is, is. En die lijst komt op de website gov.sr binnenkort. Ik heb de eerste aanzet gegeven, begin die voertuig van mij daarop te zetten. Dus waarschijnlijk ga je mij nou als eerste zien. De Raad van Ministers is ook eens mee, toch? Dus wij gaan voor transparantie, goed bestuur. En natuurlijk, wat is de discussie geweest? Is die missieve van de regering, de gewezen regering, Bouters Adin, die auto's, we hoeven niet eens te zijn, maar die auto's waarschijnlijk op een goedkope manier heeft laten verkopen. Ik heb vandaag het rekenkamerverslag gehad. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan wat er aan de hand is. De rekenkamer zegt in haar verslag, er ontbreekt aan transparantie. En dat is precies waarmee ik bezig was. Als de transparantie er is, als de procedures gevolgd worden, dan is er in principe niets aan de hand. Maar nu kunnen we dingen die gebeurd zijn niet goed traceren. En dat is volgens de anticorruptiewet strafbaar. Een minister of een president die de procedure niet heeft gevolgd, is strafbaar volgens de anticorruptiewet. Dus als de lijsten correct zijn, we hebben de gegevens, de voertuigen die we hebben kunnen traceren zijn daar. Dingen die niet volgens de procedure zijn, die zullen volgens de anticorruptiewet teruggedraaid worden. Dus binnenkort komt de commissie en ik overhandig dat hele dossier. En dan kunnen zij gaan kijken wat is rechtmatig geweest, wat is doelmatig geweest. En waar het verkeerd is, zeg maar, kan de rechter beslissen om te corrigeren. De rekenkamer heeft ons het advies al gegeven, dus we gaan dat aanpassen, corrigeren. Maar wat niet correct is gebeurd, zal zeg maar teruggedraaid moeten worden of de mensen zullen strafbaar worden gesteld voor de procedures dat die niet goed zijn gevolgd. Dus ik vraag even geduld, er is een speciale commissie die dat nu gaat onderzoeken en als het zover is laat ik jullie weten, maar feit is dat de rekenkamer heeft me vandaag al verslag uitgebracht voor het ministerie wat er aan de hand is. Goed minister, we gaan naar de afronding. U heeft al een paar weken uw ministerie zeg maar onder de loep genomen. Zijn er zaken waarbij u kunt zeggen van nee, dit moet nu echt, nu veranderd worden? Dus kijk, er zijn verschillende dingen. Net wat ik zei, ik ben organisatorisch met de staf bezig om wat procedures transparanter te maken. Er is al een goede basis hoor, laat me dat als uitgangspunt zeggen. Er is een goede basis. Maar dat gaan we verbeteren. We gaan het niveau verhogen. We gaan de eisen verhogen. We gaan transparantie verhogen. Dat gaat gebeuren op organisatieniveau, op personeelsniveau. Om eens een voorbeeld te geven, kijk, als iemand solliciteert, er bestaat geen A4-vel, wat heb je nodig hier? Dus we hebben een A4-vel gemaakt. Iemand die wil solliciteren moet 5 documenten standaard indienen. Toch, dat is niet gebeurd afgelopen jaar. Mensen hebben gesolliciteerd, de kiezen missie van een beschikking, bijna duizenden mensen. Toch, we weten niet eens of ze bestaan. Dus nu hebben we 5 punten waarin je moet voldoen. Zodat we weten dat het transparant, oprecht is, etc. Er moeten vacatures zijn. Dus dit is op organisatie, personeelsniveau, vindt een stukje upgrading plaats. En dan gaan we naar de core business, net wat ik zei, bij projecten. Afgelopen periode zien we gewoon dat, eigenlijk was er geen minister, er was iemand van het kabinet van de president die hier kon bepalen wat er gebeurt. Dus die persoon zegt, deze persoon moet de opdracht krijgen, deze weg moet gemaakt worden. Dat was wat er gebeurde. Dus vandaag heb ik dat on hold gezet. Jullie hebben ook meegemaakt dat vorige week was de eerste openbare aanbesteding. Direct na mijn aanstelling, 17 juli, 18 juli, heb ik 2 automatische zaken in samenspraak met de afdeling. Ik heb niet zelf het gedaan. Ik ben gaan zitten aan tafel met de directeuren, met de adviseurs. Zijn jullie eens wat ik voorstel? Iedereen was eens. Er was geen enkel urgent project, want anders zou ik dat wel laten doorgaan. Er was geen urgentie. Dus afgelopen vrijdag was volgens mij voor het eerst in de geschiedenis een openbare aanbesteding met een volle zaal. Meer dan 40 mensen waren aanwezig. Dat had je vroeger niet. Vroeger was het 1 persoon of 5 personen of 3 personen. Dus er komt ook daar upgrading van eisen, openbaarheid van bestuur. In die zin dat de kleine ondernemers, de middengrote en de grote ondernemers allemaal aan hun trekken gaan komen. Wat niet meer gaat bestaan is dat de minister bepaalt wie wat moet gaan doen. Iedereen mag meedoen, maar wij gaan wel bepalen. Wij gaan wel het beleid vaststellen in de TOR. Van let op,
Wij gaan niet toestaan dat één bedrijf alle projecten gaat krijgen. Andere mensen moeten ook de gelegenheid krijgen. Dus dat soort policy en beleid gaat komen. Wat ook gaat komen is dat het kan niet zo zijn dat één bedrijf, omdat hij veel geld heeft, daarom in aanmerking voor alle projecten. Wat blijft over voor de andere aannemers, de andere ingenieursbureaus? Toch? Wat blijft er voor de kleinondernemer? Dus we gaan voor elke groep eisen stellen. Toch? Als ik gras moet maaien, dan ga ik toch geen internationaal bedrijf, ik zeg maar, dan ga ik toch geen Dalian vragen om gras te komen maaien voor de BEM. Nee, dan heb ik de kleine ondernemers nodig. Dus er komen eisen voor de kleine ondernemer. Die grote ondernemer kan niet deelnemen. Er komen eisen speciaal voor de kleine man. Toch? Als ik een brug moet bouwen, dan komen er eisen voor de grote ondernemers. Toch? Ik ga geen bakker toestaan om een brug te gaan bouwen. Dat gaat nu komen. En die regels gaan we formuleren, zodat als ik volgend jaar er niet meer hier ben, dat de volgende minister en directie en staffpersoneel zich houden aan die afspraken. En hoe ga ik dat doen? Het komt allemaal transparant. Het komt op de website. De burger gaat controle hebben hierover. Zodat als ik weg ben, dat de burger precies weet, normaal zoveel auto's waren er hier. De burger gaat nu ook controle hebben. Maar nu heeft hij dat niet. Toch? De burger gaat ook zeggen, nee, dit waren de eisen die bestonden. Toch? Een volgende minister moet niet eraan komen. Toch? Je mag aanpassen, maar het moet transparant zijn voor de burger. Dus mijn beleid gaat zijn dat wij als ministerie doen ons werk. Maar de burger kan ook alles volgen om ons te controleren. En dat is het samenspel dat er moet zijn. Want het is uiteindelijk geld van de burger, belastingsgeld, die wij hier op het ministerie gebruiken. Dus dat is een van de grootste wijzigingen die er komt in beleid. Een laatste boodschap die ik heb is inderdaad de vele klachten die we horen van burgers. We launchen volgende week een verbeterde versie van ons klachtencentrum. Dat heet nu BIU, Burger Informatie Centrum. Er komt een beter formulier. Het komt online, het komt via de app beschikbaar. Waar alle burgers hun probleem op infrastructuur kunnen afgeven. Het bestaat er al, maar het heeft weinig bekendheid, zie ik. En het systeem gaat doorgaan tot de DC's, tot de DR's, tot de RR's. Iedereen moet weten dat het ministerie van Openbaar Onderwijs zo'n unit heeft waar ze hun infrastructuurprobleem kenbaar kunnen maken. En we hebben een vrij goed systeem, het wordt geregistreerd, het wordt gevolgd, etc. Maar ook voor de ondernemers die te maken hebben gehad met het ministerie van Openbaar Werken, die mogen afspraak maken bij het ministerie. Ik hoor iedereen. Iedereen krijgt de gelegenheid om 5 minuten, 20 minuten te praten, zijn probleem uit te leggen. Vrijdag is het vastspreekuur van de minister, toch? Zaterdag en zondag is vooral voor bedrijvengroepen, want die zijn dan vrij. Dan onttrek ik ze niet van het werk. Dus bij deze, iedereen mag zijn klacht, zijn suggestie inleveren. Volgende week is alles online ook. En zij die de minister willen spreken, vrijdag is de vaste dag. En voor bedrijven, et cetera, doe ik het op de zaterdag, zondag. Die mogen afspraak maken met de secretariaat van de minister van Openbare Werken. Oké, geweldig minister. En we bedanken u dat u tijd hebt willen vrijmaken om ons te woord te staan. Zodat de gemeenschap nu ook weet waarmee u allemaal bezig bent. Zo kort na uw aanstelling als minister van Openbare Werken. Succes met uw werkzaamheden. Goed, dat was het gesprek dat we hadden met de minister van Openbare Werken, de heer Riyad Noor Mohammed. Op een later tijdstip gaan we verder in op de activiteiten van het ministerie. We bedanken u voor dit moment en graag tot de volgende keer.